Nederland is na de Verenigde Staten de grootste voedselproducent en exporteur ter wereld. En dat terwijl de meeste mensen moeite hebben het landje op een wereldbol aan te wijzen. Fotograaf Kadir van Lohuizen wil weten hoe dat werkt en vooral hoe dat eruit ziet. Dat levert een inkijkje op in een wereld die grotendeels aan onze ogen onttrokken is. Een inkijkje dat evenveel bewondering als verbijstering opwekt. Eigenlijk ben ik fotograaf, maar tegenwoordig ook filmmaker. Ik was altijd onderweg de afgelopen 30 jaar, 7, 8 maanden per jaar. En toen kwam COVID. Zoals velen moest ik mezelf opnieuw uitvinden. Ik verlegde mijn blik naar mijn eigen achtertuin. Ik wist dat Nederland groot was in haar voedselproductie. Maar dat het tweede exportland is naar de Verenigde Staten, hoorde ik pas later. Hoe kan dit? Zo'n klein landje dat zoveel produceert en zoveel exporteert. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en mijn zoektocht in het Nederlandse voedsellandschap nam zijn aanvang. Als de uien klaar zijn om gerooid te worden, lijkt het op een veld met dode planten. Het ziet er wat triest uit. Maar wie had dat nou gedacht, dat die doodgewone Nederlandse ui wereldberoemd is? Op een West-Afrikaanse markt zijn alleen Nederlandse uien te vinden. We exporteren 80-90% van onze uien. Gewoon hier uit de polder, de hele wereld over. Want uien die op zeeklei groeien, schijnen extra lekker te zijn. Maar we importeren ook uien. Daar zitten geen lelijke plekjes op. Ja, dit is eigenlijk een beetje het, we noemen het Valhalla van het uiland in Nederland. Dus dit is een beetje wel de productieschuur van de wereld ook. Dit is eigenlijk dit wel land. Ja. Ben je trots? Ja, ja, heel. Ik denk dat Nederland een uniek land is voor de productie van uien. En dat heeft enerzijds te maken natuurlijk met het klimaat. Dat heeft anderzijds te maken met, natuurlijk met goede rassen. Veel kennis en ervaring die we bij de uientellers zit. En natuurlijk heel belangrijk, het ook goed kwalitatief kunnen bewaren jaar rond. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat als je het wil exporteren, dat we natuurlijk ook heel logistiek in Nederland hele goede mogelijkheden hebben om het logistiek goed weg te zetten wereldwijd. Hoeveel produceren wij eigenlijk? Wij produceren in Nederland bijna 1,5 miljoen ton uien. En dat is ongeveer 1,5 miljoen ton uien. Dat is een hoop kilo's. Dat zijn een hele hoop kilo's, ja. Ja. En dat is heel veel export? Ja, dat is heel export. Dat is bijna 85-90% afhankelijk van het jaar wordt dat geëxporteerd. Naar? Ja. Diverse landen, de grote continenten, denk bijvoorbeeld aan het continent Afrika, maar ook Azië. Want de consumptie van uien in dit soort landen, wij eten in Nederland maar ongeveer 7 kilo per kap. Per jaar eten wij een uien, maar in die landen ligt het wel op het vijfvoudige of zesvoudige. Het is op het moment niet slecht als je uienboer bent, want de prijs van de ui is extreem hoog. 40 cent per kilo. Een paar jaar geleden nog kon je uien bijna gratis ophalen.
Die boer, die is niet zomaar een boer. Michiel van Andel rijdt met zijn tractor door het land op een GPS, terwijl hij de weerkaarten in de wereld in de gaten houdt. Als het veel regent in Zuidoost-Azië, stijgt de uienprijs. Zo wordt een boer een beurshandelaar in een tractor. De schatkamer. Dit zijn onze schatkamers. Kijk eens. Dit is hetzelfde als deze. Wat zou jij kiezen? Alleen, hier heb je vier keer werk aan. Vier keer pellen, vier keer snijden. Ja, de consument is toch wat verwend. Terwijl natuurlijk de smaak van deze uien allemaal hetzelfde is. Deze kunnen we niet in Nederland verkopen. En waar verkoop je die wel aan dan? Die verkopen naar de Afrika. Hoe groot is de kans als ik in West-Afrika een ui koop op de markt dat die Nederlands is? Op dit moment? 100%. Ja. Hier zie je dat de computerweger automatisch de gewichten maakt en afvult voor export. Waar gaat dit heen? Dit gaat naar Ivoorkust. Dit is een 10 kilo verpakking en deze gaat naar Maleisië. Krijgen ze in China Nederlandse uien? China is helaas gesloten voor de Nederlandse ui. Gesloten? Ze zeggen, sloes. Maar er ligt wel een uitdaging, want China heeft op bepaalde momenten toch tekort nog ook aan. Nou ja, kijk hoe droog het is in China. Ja, misschien is dat alleen mijn grootste droom om de Chinezen aan de Nederlandse ui te krijgen. Ik mag op bezoek bij Agrocare, de grootste tomatenteler van Europa. Ze begonnen ooit in Zeeland met een klein bedrijfje, verhuisden naar het Westland en barsten ook daar uit hun voegen. Nu zijn ze neergestreken met een high-tech kas van 140 hectare in de Wieringermeerpolder. Ingeklemd tussen de twee nieuwe datacenters van Microsoft en Google. Oneindige rijen van trostomaten. Tienduizenden planten. Met honderden werknemers die in de gangpaden lopen. Bij elk pad waar geoogst wordt, staat een moderne prikklok. Zodat het management precies kan zien hoeveel tomaten er geplukt worden en of de arbeidskracht zijn productie haalt. Vaak Roemenen en Bulgaren. Een Nederlander kom ik eigenlijk niet tegen in de kas. 80% van de tomaten die hier geproduceerd worden, is export. En de Italianen en de Spanjaarden maar denken dat ze lokale tomaten eten. Vaak gewoon uit de Wieringermeer. Alleen al dit bedrijf produceert 80 miljoen kilo tomaten per jaar. Het roept de vraag op, moeten wij wel zoveel produceren voor de export? Kunnen we niet gewoon produceren voor onze eigen behoeften? Maar dan zouden we onze plek als tweede exportland van de wereld verliezen.
De Rotterdamse haven is dan wel de grootste van Europa, maar wat Rotterdam niet heeft, heeft Amsterdam wel. Dat is namelijk de sojaoverslag van Europa. Met grote regelmaat komen er bulkcarriers uit Amerika en Brazilië. Met soja bestemd voor de veevoerindustrie. Grote zuigers legen de ruimen. De soja wordt overgeladen op binnenvaartschepen, gaat naar de Nederlandse veevoerbedrijven of wordt doorgevoerd naar de ons omringende landen. Kaaskoppen zijn we, dat wisten we. Maar ik had er nooit bij stilgestaan wat dat betekent. We produceren nogal wat melk en dat resulteert onder andere in bijna 1 miljard kilo kaas. Bij Seierveld liggen in de opslag de kazen te rijpen. Oud, jong, belegen, extra belegen, Edammer, Emmentaler, Old Amsterdam. Het gaat maar door. Wij Nederlanders eten maar een fractie. De rest is allemaal export, dat vertrekt voor het grootste deel, verpakt en gelabeld naar het buitenland. Van Duitsland tot Chili en van Dubai tot Shanghai. Bij Friesland Campina, een van de grootste zuivelbedrijven van de wereld, maken ze in Leeuwarden geëvaporeerde melk. Koffiemelk. En gecondenseerde melk. Van die dikke zoete melk in een blikje. In de fabriek bijna geen mens te bekennen. Het is vergaande geautomatiseerd. Duizenden blikjes schieten aan alle kanten voorbij. 95% is export naar met name het Midden- en het Verre Oosten en Europa.
Als wij kaas en melk willen, moeten de kalveren weg bij hun moeder. Anders hebben wij geen melk. Het familiebedrijf Van Drie is een van de grootste kalverslachterijen in Europa. Zij hebben bijna 30% van de markt in handen. 1,5 miljoen kalveren worden per jaar geslacht bij Van Drie. Meer dan 90% is voor de export naar met name Duitsland, Italië en Frankrijk. Want wij eten nauwelijks kalfsvlees. Ik dacht kalveren zijn klein. Maar wat zijn ze groot na 6 maanden? Klaar voor de slacht. We werken met levende dieren. Dat betekent ook dat na het meest kritische moment, het slachten, we ook zorgen dat alles van een dier goed wordt benut. Dus in de basis verwerken we alles van een dier. De poten waar wij van zullen walgen, denk ik, als het op onze bord komt. Ja, maar dat is een ontzettend smakelijk product, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Het bloed wordt gevangen en wordt gebruikt in de farmaceutische industrie om weer medicijnen van te maken. De beenderen, de gelatine zijn allemaal weer grondstoffen, bijvoorbeeld voor make-up. Maar één belangrijk bijproduct, dat zijn ook de huiden, zoals wij dat noemen, de vellen, de kalfsvellen. Dat is een belangrijk basisproduct voor leer in de mode- en fashion-industrie. Dus al die vellen van de kalveren, die verwerken wij zelf. Die kunnen wij ook individueel nummeren, gekoppeld aan het nummer van het individueel oormerk wat elk kalf maakt, zodat we ook volledige traceerbaarheid in de keten hebben. En zo heeft ook dat product weer een ontzettend belangrijke waarde en een duurzame waarde. Want het is een prachtig product natuurlijk wat ook lang meegaat in een vervolgstap bij een andere producent. Marijke van Drie vertrouwt mij nog toe dat hun kalfshuiden gebruikt worden door Hermès en Chanel. Voor 1 tas zijn soms wel 4 kalveren nodig. Vandaar dat die tassen soms wel 20.000 euro kosten. Je ziet over het hele spectrum dat de vraag naar dierlijke eiwitten nog steeds aanwezig is. En met de groeiende wereldbevolking zal die vraag ook alleen maar toenemen. Als je dat in Nederland gewoon op een hele efficiënte, duurzame en diervriendelijke manier kunt produceren, waarom zou je dat dan eigenlijk decimeren? Dat begrijp ik zelf niet. Dus wat dat betreft denk ik dat we als Nederland met onze vooraanstaande positie een hele belangrijke bijdrage kunnen leveren ook aan het wereldvoedselvraagstuk. Dat Nederland groot is in export, dat kwartje begint wel te vallen. Maar we importeren ook van alles. De chaos op Schiphol hebben velen van ons meegemaakt. Maar aan het oog onttrokken liggen naast vertrekhal 1 en tegenover de Kaagbaan de vrachtterminals. Het is een komen en gaan van vrachtvliegtuigen. Ze brengen sperziebonen uit Kenia, ananasblokjes uit Costa Rica, asperges uit Peru, nijlbaars uit Tanzania, exclusieve vis uit Japan voor sushi, hertenvlees uit Nieuw-Zeeland, biefstuk uit Uruguay. En het is veel. Ja, dit ruikt dus echt gewoon, dit ruikt gewoon goed. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nemen mij mee om steekproeven te doen. Grote stukken vlees uit Uruguay worden voorzichtig uit de verpakking gehaald. De temperatuur wordt gemeten en er wordt aan geroken. Wij doen de importkeuringen van met name vis. Vandaag doen we heel veel vis. En vlees, levende dieren, insecten, noem maar op, een paar honden, katten, alles wat binnenkomt. En er wordt gecontroleerd op voedselveiligheid of op welzijn. En wat voor vis heb je vandaag? Nijlbaars. Uit het Victoria Meer.
Ja, Victoria Lake, daar komt heel veel nabers vandaan. Hier staat alles eigenlijk op, alle gegevens die we nodig hebben, staat hierop vermeld. Het soort vis staat erop, verpakkingsdatum. Even een jasje, voorzichtig opensnijden. Eigenlijk steekproeven die jullie doen dan? Ja, eigenlijk kijken we naar de temperatuur. Dit is licht aangevroren, dat doen ze voor transport. Meestal is het min 2 tot 0 graden, dat kan ik ook laten zien. Dus wat meet je naar de temperatuur? Dat is min 0,2. Oké. Dat is precies goed. Ook even een klein stukje in een patroon. Dat hoeft niet altijd, maar soms gaan we ook proeven. Dus als we denken van er is een afwijking, dan gaan we even proeven. Nou, dit is verder prima. Dus jij ontbijt met rare dingen soms? Ja, ja, heel vaak eten we inderdaad wel eens een stukje vis tussendoor. Ziet er goed uit. Ja. De geur is ook goed. Er is niks mis mee, dus de partij wordt goedgekeurd. Zie? Op Schiphol komen dagelijks 2 tot 3 grote vrachtvluchten uit Tanzania of Kenia aan. Met nijlbaars uit het Victoriameer. Gisteren daar gevangen, vandaag in Nederland. En daar blijft het ook voor het grootste deel. En wordt verkocht als witvis. Daarnaast schijnt het in vissticks te zitten. Kapitein Iglo vaart dus helemaal niet meer op de Noordzee. Mijn ontbijt deze ochtend bestaat uit biefstuk en nijlbaars. Ook op de Tweede Maasvlakte heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een controlepunt. Bij Kloosterboer, een grote koel- en vriesopslag. Hier komen de versproducten met de grote containerschepen aan. Vandaag garnalen uit Vietnam. De containers worden door vrachtwagens achteruit ingereden. Een van de medewerkers van de Voedsel- en Warenautoriteit verbreekt met een slijptol de zegels. De volgende container is een nieuwe verrassing. Melkpoeder uit Engeland. Alsof wij geen melkpoeder maken,